Dit is het Omroep Tilburg nieuws van dinsdag 31 oktober met vandaag. Geen verzuimfraude op RSC Tilburg. Tilburg in dialoog vrijdag van start. Bij een ROC in Rotterdam is er sprake van verzuimfraude. Leerlingen die niet op examen mochten door te weinig aanwezigheid, konden dat toch. Op de opleiding Mechatronica Maintenance Engineering aan de ROC Tilburg Stappengoor gaat het niet zo. Daar doen ze er alles aan om verzuimfraude tegen te gaan. Wij staan er erg voor dat juist de student wel aanwezig is. Wij vinden het zelfs een beroepshouding. De jongens die gaan stage lopen in bedrijven, werken soms al in bedrijven. Is een beroepscompetentie heel belangrijk dat iemand aanwezig is. Wij streven er echt heel erg naar dat het goed op orde is. De leerlingen zijn bij ons ook goed geïnstrueerd. Als ze ziek zijn, dat ze zich ziek laten melden door de ouders. Die moeten bellen. Dus heb je een leerling die niet in de klas is, kun je ook meteen zien. Ah, hij is gemeld, hij is ziek, hij is afwezig. Het kan ook zijn dat hij al van tevoren verlof heeft aangevraagd. Dat gaat ook met een briefje. Zo'n briefje moet door allerlei kanalen gaan. Zo wordt er elke mogelijkheid tot fraude tegengegaan. Je laat dat aan je SLB'er zien, die ondertekent het. Ben je beneden de 18 jaar, gaat het zelfs ook nog naar de ouders. Daarna gaat het formulier, één formulier gaat naar de balie, daar wordt het geregistreerd. Eén formulier voor de studieloopbaanbegeleider, dat hij het ook goed in de gaten kan houden. En één formulier voor de student zelf, dat hij inderdaad ook een bewijs heeft. Ik heb inderdaad verlof aangevraagd. Een student probeert natuurlijk altijd wel eens een les te skippen of hij er niet aanwezig te zijn. Maar nogmaals, wat ik zeg, wij vinden het een beroepshouding. Wij vinden ook, jongens, we zijn hier op een beroepsopleiding. Je laat een volwassen houding zien. Bij die volwassen houding hoort dus ook je afmelden als er iets aan de hand is. En ik moet zeggen dat ze daar heel goed oppakken, want dan vinden ze ook fijn zo behandeld te worden. Tevens zijn ze er niet, bellen we. We gaan er achteraan. Mocht ik dan toch nog geen melding hebben. En dat weten ze, maar ze vinden het ook fijn. Want ze worden gezien. Dus ze vinden het ook gewoon fijn. En daarmee merk je ook dat de jongens inderdaad gaan komen of elkaar erop gaan aanspreken. Ik vind, kijk, je houdt natuurlijk altijd gevalletjes, hè? Die heb je altijd. Maar echt over het algemeen is het hier heel goed afgedekt en zitten we er bovenop. Komende vrijdag gaat Tilburg in dialoog van start. Deelnemers gaan in groepjes met elkaar in gesprek over een thema. Dit jaar is dat thema samen. Wat hebben we met elkaar gemeen? Hoe kunnen we nader tot elkaar komen? Annemarie van Wijk is gespreksleider en zorgt dat de dialogen goed verlopen. Hoe dat in zijn werk gaat, weet zij als geen ander, want ze is in 2010 zelf begonnen als deelnemer. En toen las ik in een van de plaatselijke kranten dat er een dialoogcafé gestart zou worden. Dat was toen nog in het Huis van de Wereld aan de Spoorlaan. En dat er een bijeenkomst was op een zondagmiddag in oktober. Daar ben ik toen gaan kijken. En daar was toen ook een dialoog. Daar werd over verteld. En er werden gespreksleiders gevraagd, want bij iedere dialoog is een gespreksbegeleider, zeggen we tegenwoordig. Om dat gesprek in goede banen te leiden. Het is misschien een beetje ongemakkelijk om met vreemden in gesprek te gaan over diepgaande onderwerpen. Maar dat maakt het tegelijkertijd ook erg leuk. Het is heel spannend, maar tegelijkertijd is het ook heel leuk om dat te doen. Want wat ik heb er al een aantal meegemaakt. En wat ik zie gebeuren, wat ik voel gebeuren, is dat juist omdat je met mensen in gesprek gaat die je niet kent, waarvan je eigenlijk ook weet, na 2,5-3 uur gaan we uit elkaar, die zie ik niet meer, komt er al heel snel een vertrouwensband. Want dat is ook een van de afspraken die we maken bij de dialoog. Van tevoren geven we aan, nou, dit gaan we doen, dit is de bedoeling en dit zijn een aantal spelregels. En een van die spelregels daarvan is, we gaan in vertrouwen met elkaar in gesprek. Wat je hier vertelt, blijft ook in deze ruimte. Je mag er thuis over vertellen, maar we noemen geen namen, dus in die zin zie je dat ook heel gauw ontstaan. Dat die spanning van, oh, wie ben jij en wie ben ik? En dat is heel gauw weg en dat is heel erg mooi. En dan nog het weer. Morgen gaat de temperatuur omhoog naar 14 graden en zal de zon door de bewolking breken. Het blijft droog en met windkracht 3 ook vrij rustig. Dit was het Omroep Tilburg nieuws van 31 oktober 2017. Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.omroeptilburg.nl. We'll be right back.